De loopbrug aan de Plutostraat wordt door het commissariaat van Paramaribo Noordoost aangepakt. De loopbrug, die veelal door schoolkinderen van de buurt wordt gebruikt, is in deplorabele staat. Volgens districtscommissaris Paramaribo Noordoost Ricardo Bolla is de brug van vitaal belang voor de kinderen van de buurt. Als deze brug niet in een goede conditie is, en dat is hij op dit moment niet, de brug is vervallen, is verrot. Het is gevaarlijk voor onze kinderen. En als deze brug niet in goede conditie verkeert, moeten de kinderen helemaal omweg maken. En dat zou ze inderdaad, zouden ze heel lang onderweg zijn. Deze brug is dus heel belangrijk. Dit is ter sprake gekomen bij de laatst gehouden hoorzittingen met de resortsraadleden van het resort Rainville. Zij hebben hun bezorgdheid geuit. En ze hebben gezegd, districtscommissaris, kunt u ons helpen samen met openbare werken om als snel mogelijk deze brug te herstellen. De burgervader geeft verder aan dat er van alles is gedaan om zo snel als mogelijk de middelen bij elkaar te vergaren. En we hopen dat we vandaag en morgen deze brug weer helemaal piekfijn in orde hebben, helemaal geschilderd ook. Zodat maandag de kinderen weer veilig hierover kunnen steken. Maar we hebben natuurlijk hier ook andere bewoners die van die brug gebruik maken. We hebben hier een mendier ook. En zo hebben we ook allerlei andere groepen die van deze brug gebruik maken. Dus het is nodig dat we de brug vandaag zo snel als mogelijk herstellen. De brug gaat ons in principe wel wat kosten. Dat zijn middelen die ik vanuit de districtsfonds inzet om dit te doen. Het is gemeenschapwerk en deze middelen moeten ingezet worden om die gemeenschap ook te dienen. Want de middelen worden ook opgebracht door de gemeenschap. De brug wordt nu gemaakt van hardhout en koppiehout en zal volgens de DC dus langer meegaan.